Het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei: na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: u bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijnen. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij. En ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. En zij kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazareër? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en zij spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op en meteen verliet de koorts haar en zij diende hem. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen:
Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg. En zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen. Laat uzelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hem. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Hoofdstuk 2. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel? En waarom vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En het gebeurde dat hij op een sabbat door de korenvelden ging. En zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie,
Waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abiatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters en ze ook gegeven heeft aan hem die bij hem waren? En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Hoofdstuk 3. En hij kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Want hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen, u bent de Zoon van God. En hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden en om te prediken. En macht te hebben om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus. En verdere Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. En zij kwamen thuis, en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden. Maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bent. En dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen, en ze zeiden tegen hem, zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie mijn moeder en
mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Hoofdstuk 4. En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten, op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen. En zei in zijn onderricht tegen hen: luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide. En het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren, met de 12, hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien. En horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En hij zei tegen hen: begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. En wie het woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. En hij zei ook tegen hen: de lamp wordt toch ook niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen: let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Ook zei hij: zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. En hij zei: waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen. En maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het horen
konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hoofdstuk 5. En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem: stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weiden, vluchten en berichten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezeten gebeurd was en ook over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: ga naar huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij had daaraan uitgegeven had, en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.
En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen, toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" En zijn discipelen zeiden tegen hem: "U ziet dat een menigte tegen u opdringt en zegt u dan: wie heeft mij aangeraakt?" Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: "Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening." Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagogen, die zeiden: "Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig?" En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagogen: "Wees niet bevreesd, geloof alleen." En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagogen en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: "Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt." Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: "Talita, kumi." Dat is vertaald: "Meisje, ik zeg je, sta op." En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hen met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Hoofdstuk 6. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van. En zeiden: "Waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is het niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons?" En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hem: "Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis." En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. En hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. En gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hen dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf. Geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met 2 stel onderkleren gekleed zouden zijn. En hij zei tegen: "Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof van dat onder uw voeten zit tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad." En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden. En zei: "Johannes die doopte is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in hem." Anderen zeiden: "Hij is Elia." En weer anderen zeiden: "Hij is een profeet." Of: "Hij is als een van de profeten." Maar toen Herodes het hoorde, zei hij: "Dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt."
Want Herodes had zelf enigen erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet. Vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar zij kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgenoten en de oversten over 1000 en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En zij ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. Zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mij aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherpe rechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hen weggaan, en velen herkenden hem, en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan, en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte, en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan. En broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En zij zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hem te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen. En omstreeks de 4e nachtwagen kwam hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen.
En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op ligmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan zij hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hen of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Hoofdstuk 7. En bij hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hem. Want de fariseeën en alle joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen, u stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave. Wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen. En zo maakt u Gods woord krachteloos. Door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. En toen hij heel de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister alle naar mij en begrijp het goed. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. En toen hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen zijn discipelen naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen, bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd. En hij zei, wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij een huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië. En zij vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar, laat eerst die kinderen verzadigd worden. Want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja, heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen? En hij zei tegen haar, omwille van dit woord, ga heen. De demon is uit uw dochter uitgegaan.
toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak, en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren. En na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij en zei hij tegen hem, Ephatha, dat is, wordt geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij geboden dat zij het tegen niemand zouden zeggen. Maar wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Hoofdstuk 8. In die dagen, toen er een hele grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al 3 dagen bij mij en hebben niets wat zij kunnen eten. En als ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem, waar haalt iemand hier in deze afgeleden plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hun, hoeveel broden hebt u? En zij zeiden, 7. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden en nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En zij hadden enkele visjes. En toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, 7 manden. Het waren er ongeveer 4000 die gegeten hadden. En hij stuurde hun weg. En toen hij meteen in het schip gegaan was met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmunuta. En de Farizeeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei, waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen. En zij hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. En hij gebood hen en zei, kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken hem met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart? U hebt ogen en u ziet niet? En u hebt oren en u hoort niet? En herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle mannen met stukken brood u opraapte? Zij zeiden tegen hem, 12. En toen ik 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle mannen met stukken brood u opraapte? En zij zeiden, 7. En hij zei tegen hen, waarom begrijpt u het dan niet? En hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hem, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En
hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moet lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood zou worden en na 3 dagen opstaan. En het woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg, achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Hoofdstuk 9. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat het was, uit de doden opstaan. En zij vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde hun: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En toen hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden: waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei: o, ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader: hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag
dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest, die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen: Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het zou weten. Want hij gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen: De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar zij begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd hem ernaar te vragen. En hij kwam in Capernaum. En toen hij thuisgekomen was, vroeg hij hen: Waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad over wie de belangrijkste was. En hij ging zitten, riep de 12 en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het. En hij zei tegen hen: Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. En Johannes antwoordde hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in uw naam. Iemand die ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Want wie u een beker water te drinken zal geven in mijn naam, omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. En wie één van deze kleinen die in mijn geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want iedereen zal met vuur gezouten worden. En ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede. Hoofdstuk 10. En toen hij opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea, door het overjordaanse. En de menigten kwamen opnieuw bij hem samen. En, zoals hij gewoon was, onderwees hij hen opnieuw. En de farizeeën kwamen naar hem toe en vroegen hem om hem te verzoeken of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een echtscheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus antwoordde hun: Vanwege de hardheid van uw hart heeft hij dat gebod voor u geschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen. En hij zei tegen: Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
Ze pleegt overspel tegen haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een andere trouwt, pleegt zij ook overspel. En ze bracht de kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. Want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd en terwijl zij hem volgden waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem: dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun groten gezag over hen uitoefenen.
Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En zij kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinden aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazareër was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer: zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg. Hoofdstuk 11. En toen zij Jeruzalem naderden, bij Betfage en Betanië, dicht bij de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit en zei tegen hen: ga naar het dorp dat voor u ligt. En zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En als iemand tegen u zegt: waarom doet u dat? Zeg dan: de Heere heeft het nodig. En hij zal het meteen hierheen sturen. En zij vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. En sommigen van hen die daar stonden zeiden tegen hen: wat doet u dat u het veulen losmaakt? Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had, en men liet hen gaan. En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop, en hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit, en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die vooropliepen en zij die volgden riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in. En nadat hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit naar Betanië. En de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen in Jeruzalem. En toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om hem om te brengen. Want zij waren bevreesd voor hem, omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten de stad uit. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemel is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven.
en zij kwamen weer in Jeruzalem. En toen hij in de tempel rondliep, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar hem toe. En zij zeiden tegen hem, met welk bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook een vraag stellen. Antwoord mij ook, en dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En zij overlegden met elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan hebben wij bevreesd te zijn voor het volk. Want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een profeet was. En zij antwoordden en zeiden tegen Jezus, wij weten het niet. En Jezus antwoordde hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Hoofdstuk 12. En hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen. Iemand plantte een wijngaard, zette er een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar zij grepen en sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe en die stenigde zij. En zij verwonden hem aan het hoofd en stuurden hem weg nadat hij schandelijk behandeld was. En weer stuurde hij een andere en die doodde zij en vele anderen van wie zij sommigen sloegen en sommigen doden. Toen hij dan nog één zoon had die hem lief was, heeft hij ook die als laatste naar hen toegestuurd. En hij zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar die landbouwers zeiden tegen elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij grepen en doden hem en wierpen hem weg buiten de wijngaard. Wat zal dan de heer van de wijngaard doen? Hij zal zelf komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij probeerden hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de menigte. Want zij begrepen dat hij die gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En zij verlieten hem en gingen weg. En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar hem toe, om hem op een woord te vangen. Deze nu kwamen en zeiden tegen hem, meester, wij weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet betalen? Daar hij echter een huichelarij kende, zei hij tegen hen, waarom verzoekt u mij? Breng mij een penning, opdat ik hem bekijk. En zij brachten er een. En hij zei tegen hen, van wie is deze afbeelding in het opschrift? En zij zeiden tegen hem, van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun, geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. En zij verwonderden zich over hem. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem, meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat dan zijn broer diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er 7 broers en de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nageslacht na. Ook de tweede nam haar en stierf en ook deze liet geen nageslacht na en de derde evenzo. En alle 7 namen haar tot vrouw en lieten geen nageslacht na. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. In de opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben haar als vrouw gehad. En Jezus antwoordde hen, dwaalt u niet daardoor dat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God? Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen. En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornstruik tot hem sprak, ik ben de God van Abraham en een God van Isaac en een God van Jacob? Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus erg. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één.
En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is. En er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David noemt hem dus zelf zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde hem graag. En hij zei tegen hen in zijn onderricht, pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de weduwen en bidden lang voor de schijn. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er 2 kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede, alles wat zij had, erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Hoofdstuk 13. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. Jezus antwoordde hem, ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen zij alleen waren, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hen en begon te zeggen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt. Want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen. En er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in de synagogen zult u geslagen worden. En u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij. Tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet, maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniel gesproken is, zult zien, staan waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangeren en de zogende vrouwen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking
zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping die God geschapen heeft tot nu toe en er ook nooit meer zal zijn. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen, zie, hier is de Christus, of zie, hij is daar. Geloof het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen tekenen en wonderen doen om, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op. Zie, ik heb u alles van tevoren gezegd. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen. En de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg. Opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen. Wees waakzaam. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardussalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hen wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, 1 van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden dat zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat we heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in. En iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de Heer des huizens. De meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad. En zij vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed.
En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden. En de een en de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Maar hij antwoordde hun, het is één uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. En terwijl zij aten, nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij, die hem verraden, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen.
En Petrus volgde hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hoogpriester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een ander, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. En de hoogpriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespieuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, profeteer! En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan en zei, ook u was bij Jezus de Nazareër. Maar hij ontkende het en zei, ik ken hem niet en ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daarbij stonden, hij is een van hen. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de 2e keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Hoofdstuk 15. En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem, u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei, u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei, antwoordt u niet? Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest 1 gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. En er was er 1 die Barabbas heette, die gevangenen zat met mede-oproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hen, wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? En zij riepen opnieuw, kruisig hem! Maar Pilatus zei tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En zij riepen nog harder, kruisig hem! Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En zij deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op en begonnen hem te begroeten. Gegroet, koning van de Joden! En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en zij vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen zij hem bespot hadden,
trokken zij hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daarbij stonden dit hoorden, die zeiden: zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en van Salome. Die, ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij allang gestorven was. Toen hij het hem van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen. En nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen. En legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Hoofdstuk 16. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen. Zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.
En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen.